Hey, welkom bij een nieuwe video. Tegenwoordig hebben er een hele hoop auto's dashcams die in principe alles opnemen voor je eigen veiligheid. Maar er zijn ook beelden op het internet gezet die erg vreemd, verontrustend en angstaanjagend zijn. Vandaag ga ik je 10 van deze enge filmpjes laten zien. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in weer een enge video. Nummer 10. In deze video, geüpload in 2017, zien we twee mannen die rustig praten over van alles en nog wat, terwijl ze in het diepst van de nacht weer naar huis aan het rijden zijn. Wanneer ze in de bocht komen, zien ze opeens iets zitten in het midden van de weg. Kijk maar even. Nadat ze daar iets of iemand zien zitten, vinden ze de situatie eng worden en besluiten de auto in zijn achteruit te zetten, om er uiteindelijk vandoor te rijden. In mijn opinie klonk de reactie van de jongens erg geloofwaardig, dus ik vind het ook niet gek dat ze besloten er vandoor te gaan. That's a bit scary. That is very scary. Mensen in de reacties denken dat het mogelijk een geest geweest had kunnen zijn. Maar wat dit vreemde figuur dus precies was, is nooit duidelijk geworden. Wat denk jij? Laat het me weten in de reacties. Nummer 9. Deze video is geüpload op 16 september 2018 door een YouTube kanaal genaamd Uber in het Tesla Model 3. We zien hier de bestuurder van de auto met twee vrouwen op de achterbank die hij midden in de nacht naar hun bestemming aan het brengen is. Maar op een gegeven moment gebeurt er iets engs. Een witte auto rijdt hun voorbij en komt in het midden van de weg tot stilstand. De bestuurder stapt uit en rent naar de Tesla toe. De man was wel zo slim dat hij de auto op slot had gedaan. De bestuurder uit de witte auto klopt op het raampje van de Tesla en vertelt hem mompelend om uit te stappen. What's that? You blew the fucking right lane. Get the fuck out of the car. Waarop de vrouw op de achterbank zegt van rij weg, want dit is eng. Just go. Op een gegeven moment merken ze dat de witte auto ze achtervolgt, waarop de vrouw 112 belt. Als de politie er is, leggen ze de situatie uit. Maar wat er verder gebeurd is met de bestuurder van de witte auto is onduidelijk. Maar gelukkig was de bestuurder van de Uber en de twee vrouwen oké, want het had erger af kunnen lopen. Nummer 8. Deze video is geüpload naar YouTube op 20 november 2013 door een gebruiker met de naam Illustrated Magazine. De video zou zijn opgenomen ergens op een afgelegen snelweg in de nacht in Rusland. Op een gegeven moment gebeurt er iets onverwachts waarvan ik zelf ook schrok. Kijk maar even. Zoals je zag vielen er opeens een hoop takken midden op de weg. De bestuurder schrikt maar weet de auto onder controle te houden. Daarna zet hij de auto aan de zijkant van de weg stil en de video eindigt. Wat er dus verder gebeurd is, is niet bekend. Het is ook onduidelijk of iemand de takken gooide of dat er een boom omviel. Maar gelukkig had deze angstaanjagende gebeurtenis een goed einde, zover ik weet. Want het was een ander verhaal geweest als de boom of takken recht op de auto waren gekomen. Nummer 7. Deze video is afkomstig van een Facebookpagina genaamd Sonoma Sheriff. Een sheriff rijdt door een gebied tijdens een enorme bosbrand in Californië in 2017. Dit was ook een van de grootste die ooit in Californië is geregistreerd. Zoals je zag reed deze dappere sheriff door het gebied om iedereen te helpen terwijl ze niet eens weten welke richting het vuur zich verspreidt. De specifieke weg waar die reed was in het gebied van France Valley Road in Sonoma County. Het Facebookbericht zegt ook dat ze trots zijn op iedereen die elkaar hielp in tijden van gevaar. En dat iedereen rustig moest blijven en te zorgen voor je buren waar nodig is. Verder vertelt het bericht dat we sterk moeten zijn en dat we er wel doorheen komen. Nummer 6. Een YouTuber met de naam Alyssa Cross heeft een video geüpload op 29 november 2016 waarin ze denkt dat ze een zombie tegenkomt. Als jij op een lange weg met bossen eromheen rijdt en je ziet dit, wat zou jij doen? Toen ik deze video zag, deed het me ook denken aan een aflevering van The Walking Dead. Helaas is de videoclip ook heel kort, dus wat er verder is gebeurd is niet echt duidelijk. Maar Alyssa zei wel dat ze het eng vond en er dus vandoor reed. Het zou ook kunnen zijn dat de persoon onder de invloed van iets was, maar de vreemde manier van lopen is niet echt uit te leggen. Vele mensen in de reacties geloven dus dat dit daadwerkelijk een zombie was. Maar wat denken jullie? Laat het me weten in de reacties. Nummer 5. Dit moment is op een dashcam meerdere jaren geleden ergens in Rusland vastgelegd.
De video gaat al jaren rond op YouTube en het is nog steeds onduidelijk wat er nou eigenlijk gebeurt. Zoals je ziet staat er een auto stil voor een stoplicht. Zodra de auto links afslaat kan je zien dat er geen inkomend verkeer is. En daarna gebeurt er dit. Kijk maar even. De auto moet plotseling stoppen omdat er een andere auto vanuit het niets verschijnt. Het vreemde aan deze video is dat er een tweede auto aan de rechterkant ook stopt, terwijl er op de dashcam helemaal niets te zien is. Maar als jullie een idee hebben of als je denkt het antwoord te weten op deze mysterieuze auto, laat het me weten in de reacties. Nummer 4. Deze video is geüpload naar een YouTube kanaal genaamd Trending Videos op 27 september 2017. We zien hier een auto 's nachts op een donkere weg rijden. Wanneer hij bij een bocht aankomt, ziet hij plotseling een man in een pak met een koffer en een paraplu in zijn hand. Als de vreemde man de auto opmerkt, rent hij naar de zijkant van de weg en zien we opeens een andere man die er precies hetzelfde uitziet. Beiden rennen ze weg en komen ze uit bij een hele groep die allemaal dezelfde kleding dragen. Daarna lijken ze allemaal op en neer te bewegen, wat een erg vreemd gedrag is. Verder vangt de camera een persoon op die een flare of vuur vasthoudt, waarvan vele mensen dachten dat dit te maken heeft met een bizarre rituele bijeenkomst. Maar dit is nog niet alles, want vlak voordat de video eindigt zien we nog iemand in beeld komen. Dit figuur heeft een stok vast en een griezelig masker van een duivel op zijn hoofd. Ik heb geen idee wat dit allemaal te betekenen heeft, maar dit moet toch wel een van de engste en vreemdste dashcambeelden zijn die ik ooit heb gezien. Nummer 3. Over deze video is er weinig informatie beschikbaar. Maar ondanks dat is dit in mijn opinie een angstaanjagende video van een vreemd soort wezen. Als de video begint zien we een auto rijden in het diepst van de nacht en komt het aan bij een afgelegen plek. De bestuurder stopt de auto en even later loopt er een vreemd wezen op handen en voeten door de bosjes voorbij. Het is moeilijk te zien wat dit precies is en het wezen lijkt een roze of grijsachtige kleur te hebben met een langwerpige nek zonder haar op zijn hoofd. Wanneer de persoon in de auto dit ziet, zet hij de auto snel in zijn achteruit en rijdt hij er vandoor. Helaas kon ik niet meer informatie vinden over dit mysterieuze wezen. Maar als jij diep in de nacht zoiets tegenkomt, dan zal je zeker wel even kapot schrikken. Nummer 2. Deze video is geüpload naar YouTube op 2 oktober 2016 door een gebruiker met de naam Shirley Adams. In de video zie je dat de vrachtwagen aankomt bij een wegversperring. Een hele grote groep mensen hebben bomen neergelegd in het midden van de weg. Hierdoor stopt de bestuurder en opeens zie je nog meer mensen die over de vangrail stappen en naar de vrachtwagen toe lopen. De mensen beginnen met stenen te gooien in een poging de ruiten te breken. De bestuurder heeft er genoeg van en toetert en besluit over de bomen heen te rijden. Gelukkig ontsnapte hij, want ik vraag me af wat er anders gebeurd zou zijn. In de reacties las ik dat dit mogelijk migranten waren uit Calais, Frankrijk, die het plaatsje Dover in Engeland binnen probeerden te komen op allerlei verschillende manieren. Een grote groep mensen die op je afkomen stormen kan best angstaanjagend zijn, maar gelukkig was de bestuurder slim genoeg om er vandoor te gaan. Nummer 1. Deze video is geüpload op 27 juni 2015 door een gebruiker met de naam Ghostshots. Hier zien we een politieagent met de naam Malik die 3 uur 's nachts aan het rondrijden is. Wanneer hij rustig over een weg rijdt ziet hij aan de linkerkant van het bos iets oplichten. Hij besluit een kijkje te nemen en ziet een vrouw staan die met haar hoofd naar beneden kijkt naar de vlam onder haar. Ze heeft haar armen gekruist en volgens mensen in de reacties lijkt ze zelfs een beetje te zweven. Na een paar seconden steekt ze haar armen uit wat op een soort van ritueel gebaar lijkt. Mensen in de reacties denken dat ze aan hekserij doet en dat ze bepaalde rituelen aan het uitoefenen is om op deze manier bovennatuurlijke krachten te krijgen waarop ze mensen of gebeurtenissen kan controleren. Ik heb geen idee of deze video echt is, maar als dit het geval zou zijn is het behoorlijk angstaanjagend om zo iemand tegen te komen in het diepst van de nacht. Wat vond jij het engste dashcam moment in het lijstje? Laat het me weten in de reacties. Als je het een spannende video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.